Hallo allemaal! Welkom terug bij deel 3. Zonder mijn vader. Oh. Sorry, spook. Ja, mijn kat. Ik ga even bij hem liggen. Hey. Zo, dus. Even om je heen. Okay. De vampjes hebben nog niet gedronken. Sinds de deel. Oh, daar gaat ze. Ik zeg het net nog, ze hebben nog niet gedronken. En weer hetzelfde. Zij was. Wanneer heb ik het voor het laatst gespeeld? Een week geleden. Was ze 2 keer gebeten. En nou is ze weer gebeten. Wanneer gaan de anderen dan? Ze hebben voorkeur. En weer zij is de enige die drinkt. Die anderen drinken niet. Oh, gaat daar wat plaatsvinden? Want daar staan 3 vampieren om haar heen. Ja, je kan je fiets parkeren. Dan gaat niemand slapen. Oh, dat ben ik zelf. Althans, mijn kruid. De deuren waren niet op slot, dacht ik, want die heb ik de laatste keer opengemaakt. Nog eens een schoonmaken, spinnenwebben. Ach. Ik had toch verwacht dat dit heel anders zou lopen. Ik had verwacht dat ze echt meteen klein. Maar dat valt vies tegen, zeg. Die andere twee die zitten nu al, wat is het? 2, 3 dagen zonder bloed. Zij is net gebleven. Oh, ze beginnen. Ruzie maken. Oh,
andere ligt ook te slapen. Die doet niks anders, maar die zie je amper in beeld. Wow, mijn cat valt bijna naar beneden. Hij denkt, ik ga hem eigenlijk even omdraaien. Ik heb graag het toetsenbord leggen. Hè. Kom maar. Je zit zo voor mijn beeld, jongen. Ik zie niks. Zal ze een televisie de cadeau doen? Ja, allemaal voor jou. Haartjes. Allemaal haren van je. Ik heb je eergisteren gekampt, man. Je bent alweer helemaal behaard. TV. Nou, ik zal ze niet dat kindertv'tje geven. Is dat te hard? Nee, jammer. Ga je liggen? Ja, mijn kat ligt. Hey, ik heb weer beeld. Zo, dan kan ik eens mijn kastje kiezen. Even kijken. Waar is het? Dank je voor het slaametje starten, spook. Even kijken, waar zitten we die het beste neer? Als we die haard nou even weghalen, kleuren we hier even neer voor. Dan kleuren we even niet. Draaien! Ja, het is te ver. Even gek aan gaat. En moet ik een manier hebben? Gewoon een muur. Pak dat nou uit. Stel de muur wat daar zit. Waarom moet het zo? Ingewikkeld zijn. Nee, dat ding kan er wel staan. Waar is die grote televisie gebleven? Oh, daar. Nou, pakken wij een bank. Ik pleur weer hier. Have fun. Ik had het beter de boekenclub kunnen noemen. En mijn kat ligt in het Rommeland. Waar jij altijd de pineut bent die gebeten wordt. Oeh, hier met Icy, hoe zie je aan het maken? Oh, jij gaat even werk zoeken.
Oh, shoot, maar dat kan eigenlijk ook niet, hè? Want dan moet ik haar bevelen naar de werk te gaan en zo. Althans, dit te uppelen. We doen het zo. Dat wordt terug naar haar. Ik ga zij gewoon naar de werk. Hoef ik me er niet te veel mee te bemoeien. Ik begrijp niet dat ze niet bijt hoor. Ja, ze zijn nog diep rood. Dat heeft een goede weerstand. Zij niet. Ja, maar een drankje, plasma dus. En die heeft nog dorst, die heeft nog dorst en die heeft nog dorst. Daar hebben ze eigenlijk over nagedacht. Als je een spiegel op die papier zou zetten, zie je ze niet. Donderdag om 10 uur. En het is woensdag. Ja, maar Kat ligt net met zijn kop voor de tijd in de datum. Sneeuwt het? Ja. Hoe gaat het koud worden? Ah, cool. Oké. Diablo.
ook een spel dat ik heel graag speel. World of Warcraft, Diablo. Ja, je zal even moeten wachten. Wat ga je slapen? Nee, we gaan eten. Want ik weet precies hoe het anders gaat. Dan lig je te slapen en dan word je midden in de nacht klaar wakker omdat je wil eten. En dan ga je eten en dan wil je niet meer slapen. Nee, dat gaat niet gebeuren. Je gaat gewoon eerst even eten. Nou, dat is geen buitenkant, ik dacht wel. Je kracht aan het showen. Ach, ze kijken tv. Vies dan. Nou, hygiëne is best in orde. Nee, je gaat niet op de bank slapen. En trouwens, maar het schuil, ga je gaan. Je moet niet uitgerust, dan moet je niet bij mij wezen. Goh, zijn we weer wakker. Vervelend, hè? Ja. Had je toch maar naar je bed moeten gaan, hè? Ja, ik stuur je niet. De groeten. Lekkage, ja. Nou, het is nog. Nee, is juist stuk. Omdat er water heb gelegen. Het is... Jammer. Als er water bij je koelkast slecht, dan kan je er donder op zeggen. Als het lang duurt, gaat het kapot. Dat is waar ik me wel mee moet schieten stuk is, dan moet ze het even schoonmaken. Aan de ene kant is het niet eerlijk, want anderen hoeven het niet te doen. Maar ja, ik mag die anderen niet besturen, dus... spoel mijn keyboard. Zo, op mijn schoot heb je alle ruimte. Is hij ook nog steeds aan het slapen? Hmm.
figuurtjes. Zo is het niet gebeurd, hè, dat je in een nijkrekte wordt geslepen als je in slaap valt. Weer een stuk. Er is toch totaal geen licht hier, zeg. Zo, zie je tenminste wat. Nee, er is niks stuk. Er was nog van die, dat ene stuk in. Kijk, het gaat weg. Dan kan ik mijn toetsenbord terugzetten. Hoppakee. Hé. Dat doet hij altijd als ik zit te gamen. Hij komt altijd even een uurtje, twee uurtjes liggen. En dan gaat hij weer. Ik vind het niet erg. Maar ik moet eerlijk zeggen, het valt me tegen. Zwaar tegen. Kan ik het niet meer afdwingen? Je hebt het geen vampier, nee. Jij moet uitkijken dat ik niet hierop klik, anders gaan ze eten. Nee, ik krijg het niet verder weg. Ik kan het ook aanvullen als ik het onder doe. Ik moet zeggen, ik heb er wel moeite mee hoor. Mijn vampjes hebben honger. Ja, ze moeten er eten gaan niet. Als wij niet eten, gaan we dood. Dus, ja, met jou heb ik ook een probleem. Je hebt zo'n honger, alweer honger. Weet je wat? Nee. Want dat vreet je de hele tijd, dat gaat niet door. Is het geen gastel? Wel, hier, koken. Ach, pannenkoeken. Oh, kaas opballen? Oh, dat mag. Een sim die koopt. Tik. Ziet eruit als even eindige tomatenpasta. En als het op een bord gooien, kan het alleen een brood worden, een kip worden, weet ik wel wat. Dit zouden? Kaas, ja, kaas, rode kaas. Plasma kaas. Goed voor de vampies. Doe even dit. Wees een beetje netjes. Dat is genoeg. Wees nou. Die gaat. Ja, die komt zo maar.
ja, als jij dan even weg gaat, toch? In plaats van blijven staan en gaat eten. Je hebt honger, weet je nog. Nee, met een weten. Ja, die vampieren kennen dat ook uit, alleen ze krijgen er geen dingen staan. Ze blijven honger houden. En dan mogen ze blij zijn dat ze die schil niet hebben, dat ze geen eten meer kunnen eten, alleen nog maar plasma. Anders gaan ze continu overgeven als ze dat eten. Iedereen heeft. Ik heb een naaskast. Gezellig samenkomen zo in de keuken. Ik zie het verkeerde. Ja. Wat is er nou weer? Ja. Jij blijft daar staan, Mien. Oeh, die vindt het niet lekker. Dat je vergeet een bordje. Oh, dan neemt die andere mee. Dan zal ik hem meegenomen worden. Ach, geef maar dat bordje dan. Nee, dan neemt ook iemand anders mee. Ik kan hem niet oppakken. Ah, gaan we goed van je. Jij was daar. Daar gaan we op van. Wat loop jij aan het wandelen met die bordjes? Spring ze gewoon naar de gootsteen. Er staat iemand te douchen. Kans gehad. 5,52. Waar ben je dan? Oh, je bent aan het douchen. Wat is er vies dan? Is hij smerig? Nee. Is die smerig? Nee. Wat is het dan zo smerig? Ze is gek. Zo gek als een deur. Maar ja, een sim die niet zaakt is geen sim, hè? Als een sim slaapt, vergeet hij alle zorgen van die dag. Ja, ik heb het in de gaten. Oh, wacht even. Ja, ze open douches natuurlijk. Dat water van die douche komt hier neer. En daarom komen die waterplasjes hier al. Nou, ze klaar is met schoonmaken. Oh, was hij wel smerig? Oké, nou, je klik erop en hij was niet smerig. Ik dacht dat die smerig was op het toilet. Het zijn niet echt slimme gasten geweest die hier gebouwd hebben, zeg. Nog een lamp. Kaarsen. Zo. Even kijken, deze. Oh, dat kan alleen baanmodus. Gaat hier naartoe. Ja, die gaat zo weer terug. Even een muurtje neerzetten. Nee, een muurtje. Waarom kun je niet hier op deze? Het is altijd op deze of op deze. Waarvoor niet hierop? Precies op het stippenlijntje. Oh. Dan deur.
Waarom kan die nou niet hier? Echt, die grenzen die ze hier hebben bedacht in het spel, dat is echt niet normaal. Ben je wakker? Wauw. Dat mag in de krant. Of ga je nou weer naar bed? Oh ja, maar jij bent de gemeene, joh. Zijn jullie bang om het te bijten of wat? Ja, die gaat de kracht in die show. Zou moeten janken dat ze dorst hebben. Ja. Dat zal wel. Kijk, oh, er zijn er drie die je kan bijten en je bijt niemand. Idem dito. Idem dito. En jij probeert door, je hebt net gesopen. Het is inmiddels al dicht, zei ik het. Ik ga het niet eens behangen, de route. Geen zin in. Gaat ze weer met de kaaskrekkers? Ik begrijp het niet hoor. Ze kunnen koken, ze kunnen alles koken. Nee, we gaan kaaskrekkers eten. Het zal wel. Ja, de route. Af en toe dan hoor je dat ten 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 tingeltje en dan word je daar gewoon dood geïrriteerd van. Dat is het zoveelste ding irriteren. En dan begin jij aan de karakter te irriteren. Ik wel in ieder geval. En mij zo bij ook zien in een vierkantje van een tegeltje bij een tegeltje plussen erin en met z'n dicht en ik vergeet ze. En dan zie je Margarijn en op de stoep staan en denk je, oh ja, zij zat er ook nog, ja, ze is dood. Ja, pech. Ik hoop wel dat je naar je werk gaat dan. Eén voordeel, je kan niet gebeten worden. Oh, daar hoef je toch geen zorgen over te maken. Het zou nou zuur zijn of zou nou beten. Ze kan toch nog niet gebeten worden? Oh nee, nog 5 uur. Want ze moet over nu naar het werk. 35 minuten. Een beetje lullig als ze meteen gebeten zou worden, want dan kan ze niet meteen naar het werk. Ze is weer te laat. Maar goed, niet mijn probleem. Ik ga naar deze zaken. Maar dan ben ik weer echt blij dat ik alleen woon, zeg. Ik ben 14 jaar getrouwd geweest. Ik ben blij dat het voorbij is. Al dat gezeik aan je hazes, jongen, als je van je werk terugkomt. Doe dit even, doe dat even. Mag ik misschien ook eerst even bijkomen? Nee, laat mij maar alleen. Ja, dat weet ik. Dat roep je al de hele tijd. Ik heb al 10 keer op Discord gereageerd en er wordt niks gezegd. Dus niet zeuren.
bijt her, she is energized. Weer fit. Ze is weer fit. De slaap is geel, maar ze is weer fit. Door wat was dat? Door een? Er is geen betere opkikker voor het vermoeide lichaam dan een dutje. Ja, en zometeen ben je weer rood en dan val je weer neer. Of heb ik de bovenkant niet af of, van het slot gehaald? Nee, ik heb het gewoon ook helemaal niet meer op het slot gezet. Nee, is open. Nou, ze zijn gewoon te laks om de trap op te lopen. Dat is het. Nee, ze zijn al lief voor ze aanschaffen. Nou goed. Ze zitten de hele dag thuis. Doe geen moer en nog een beetje te blazen om de trap op te lopen. Oh, nou, kun je, nou moet je naar de wc en nou kun je in het wel. He? Waarom ga je niet hier naar de wc? Een stukje dichterbij? Ik weet niet. Oh god, daar gaat de vampier achter de rand. Nou, gaat het gebeuren? Gaat het gebeuren? Ga je je weer beschaamd voelen? Oh, nee, toch niet. Je kijkt niet vrolijk. I see. Ga eten, Dan. Even die tanden erin hangen en zagen met die app. Dan bedoel ik niet de bij. Oh, dan gaat mij. Oh, wat zie waar. Altijd, jongen. Rot op, ga naar je werk. Even mij bemoeien nu. Ik weet niet wat het is. Sommige beroepen die klik je aan en daar gaan ze gewoon niet naartoe. Wat is dat nou? Nou, neem maar ontslag. We gaan wel een ander beroep nemen. Oh, kennen die melodietjes er niet uit? Nee, dat is part-time, dat niet. Postbode. Een politicus, dat lijkt me wel wat voor je. Dag, alsjeblieft. Yep. Ik moet me er verder niet mee bemoeien, dus. Hup. En weer naar een andere. En, oh, als je... Ik miet die uit het spelletje weer niet in je werk gehad. Is dat ongemakkelijk door gezellig te doen? Waarom heeft Barbara dat in hemelsnaam gezegd? Waarom zondig je je eigen niet af? Je weet dat je een einzelganger bent. Simpele ziel. Je gaat per se... aan de bar zitten, terwijl er al iemand zit. Of je gaat in de keuken staan, staat alleen, komen er andere sims, blijf je staan. En dan klagen dat de vreemden in je omgeving zitten. Ja, dan ligt het toch echt aan je eigen, hoor, niet aan mij. Er ligt alweer eentje knock-out. Nou, dat is die pas gebeten is.
Nog 35 minuten, dan, oftewel seconden. Dus 10 minuten is 1 seconde. Dan is hij weer buiten. Dus ik denk dat ik maar 3 van jouw karakters hier neerzet, want die anderen willen ze niet buiten. Lopen te janken dat ze dorst hebben. Ik heb het wel geweten hoor. Wat jij hier aan de arm getrokken en meteen de tanden in de strot gezet en zuigen met die app. Klaar, plof neer, weg. Ja, op jou had ik toch wel iets anders gedacht hoor, eerlijk gezegd. Ik dacht dat jij handje de voorste zou zijn met aanvallen, maar niet eens. Wat heb je nou weer? Ja, tuurlijk moet zo niet. God, ik heb hier vandaag gewoon het nest in opgezoden met het netje. Want dat is het probleem, als er een radio of een televisie aan staat, kunnen ze niet slapen. Want dat heb ik al gemerkt, dat met mijn arm tot rijk had ik alleen een huis, vier muurtjes, en zat de radio aan staan en ze waren aan de bed, want ze was die brood, ze legde in bed en continu de bed uit, continu de bed uit. Ik wist niet wat er aan de hand was. En op den duur, ik had weer wat geld, ik maak een slaapkamer voor haar. Ze gaat de bed is blijven slapen. Ik denk, ah. Want door die muur hoort ze het daar niet. En dan worden ze wel wakker. Blijven ze wel slapen. Oh, wat is het ook een eigenwijs truttenkop. Ik ga nou slapen. Je gaat gewoon slapen nou, rot die verslop. Nou. Waarom werkt het nou weer niet? Oh, man. Weet je wat? Voor mij ga je dood. Dit interesseert me niet eens. Dag, bekijk hem al lekker. Ik wil wel met jou. Zo. Om jou gezorgd te maken. Als jij niet vreet, ga je wel dood dus. Ga je pig. Jij bent geen vampier. Zo. Probleem opgelost. Hij is wel beter, want dan kan ik er wel die zaken laten doen. Oeh, dat ben ik kerkhof. Ik speel het spel al heel lang, is voor het eerst dat ik dit zie. Wat? De voorgangers van Vladdy. Oh, nog meer. Nou ja, de scenery is wel aangepast erop dus. Alleen sneeuw blijft niet liggen, dus daar is het winter dan. Hey, lente, we kunnen... Ik stel geen vragen. Nee. Ja, dat beeld daar. En dat bed er dan zo tussen. Dat die vleermuizen was daar zijn. Ligt op het bed zo kijken. Of het bed omdraaien. Tegen de muren. Dat kan dat blijven staan. Want dan kijkt er één die kant en de andere kijkt van die kant. Of niet eens tegen de muur. Kan in het midden. Doe ik even als je wakker bent. Ga je nog slapen eigenlijk? Oh ja.
even tijd sneller. Zo, point. Dank u. Ik heb zoiets in gedachten. Hou vast. Hey, ga naar de bal. Nee, dat is het niet. Dat is het. Nee, toch niet. Toch hier. Nee. Daar. Jeetje, Mina. Daar dan. Hehe. En dan ga jij. Ah, dat kan die niet. Want die shit. Nou ja, maakt niet uit. Die staat daar in ieder geval. Ah, laten we voor de dames even parapluutjes kopen. Nou ja, niet voor de dames. Maar een parapluutje kopen. Zit niet in de standaard pack, paraplu's. En als je die, als je alle, ik weet ook, volgens mij komt het met het weer, is dat. Als je die hebt gekocht. En, maar dan heet het niet, als je naar paraplu zoekt, kun je het vergeten. Je moet namelijk eerst, piep, kleine paraplu rek. Want paraplu vindt hij niet. Zo. Dan gaan we tegen u zeggen, pak eens een paraplu. U krijgt van mij de roze. Ja, woe. Ja, de andere kan ik niet doen. Die mag ik niet bedienen. En trouwens, zij moet naar buiten, zij moet werken. Dus ja, ga eten. En dat is die papieren die zich niet druk maken om te gaan happen, dat boeit me ook niet meer. Auw. Pleister. Ik heb hele grote bloemkolen. Als je zo hakt, hou je nooit je hand. Dan leg je nooit je hand hier al waar je met het mes moet wezen. Nee, want. Voor Tom Wello, of hoe het ook heet? Oh nee, BLT. Wat was dat ook alweer, BLT? Lettuce, bread, lettuce en tomato. Ja, dat was het. Bread, lettuce en tomato. Zij hebben het gedaan hoor. Zij hebben het al gekookt. Ze ligt nou te slapen. Oh nee, ze is wakker. Verrek. Ja, dat kan me niet schelen. Dat is als ze op de bank slapen. Ze krijgen geen slaapje. Ze zegt door 3 keer aan toe gaan naar bed. En dat weigeren ze. Ja, nou. Dan moet je. Kijk, en dan gaat ze weer. En dan moet je niet bij mij aankomen, want dat is je eigen schuld. Kinderen zijn niet eens zo vervelend. Nou, ik weet er heel wat van, want ik heb 2 zoons. Dat is net zoals in. Ik heb alle pakketten van de Sims tot de laatste aan toe. Dat is momenteel is dat uit ecoleven. Ik denk, dieren lijkt me leuk. Ik zie dieren gekocht.
Oh. Ja, nou ben jij het haasje. Nou moet jij repareren. Want er staat er weer eentje water naar de zee te dragen. Want ik heb een verschrikkelijke hekel aan Patch in de Sims en aan kinderen. Want wat zijn dat een stel je aandacht trekken, zeg. Ik heb huisdieren, altijd gehad. Zijn nooit zo erg als die dieren in de Sims. Ik heb twee kinderen, die zijn nooit zo vervelend als één koter hier in de Sims. Man, oh man. Ben je naar je werk? Want dan speelde ik nog met één sim. In een huis was ik net begonnen. Was mijn kat weggelopen omdat hij geen aandacht kreeg. En dan denk ik, ja, hoe moet ik je aandacht geven? Moet ik thuis blijven? Viel er mijn kat weglopen omdat ik dan mijn werk ben. Ik weet al één ding, als ik soms middags de trap opkom, dan zit meneer zit al voor de deur en dan kom ik aan lopen, doe ik de deur open, springt hij in mijn armen, dan geeft hij een koppie, springt hij naar beneden, dan geef ik hem eten. Maar die is er nooit weggelopen. Ja, ik heb hem een keer van beneden, ik woon op één hoogte en ik heb een dakterras. Dus dat maakt het wel wat makkelijker, een ladder, dan naar beneden. En dan weer naar boven gebracht, omdat hij naar beneden was gevallen. Maar ja, hij laat ze eigenlijk wel horen, want dan waren we... Maar dat is de laatste jaren ook niet meer gebeurd. Terwijl die ervan uit om bij de buren te zitten. Ah, die kat van u kan wel goed met de andere kat omgaan. Hè? Ik zeg ja. Ja, want hij speelt altijd met onze kat ook. En, als je die erg vindt. Nee, ben je gek. Ik zeg als je maar met eten weer thuis is. Waarvoor ben je nou weer? Wat nou? Dat heb je wel, mens. Die Sims zijn echt van de dolle man. Kies een doel. Waar? Waar? Kies een doel. Een goede zaak om te kiezen, ondersteunen. Klaar. De. Moet je niet werken? Nou, voor 2 dagen pas. Wat voor dagen werk je? Zondag, maandag, woensdag, dinsdag en zondag. Hiepoi. Nee, en ik kan geen computer kopen, want geheid ze gaan plasma zakken bestellen. En dat gebeurt niet. Ze hebben donoren hier lopen, die pakken ze maar. Maar ze gaan, dus ja, zij kunnen werken ook niet echt, want ze moeten op de computer moeten ze die dingen doen, want dat cheat ik dan gewoon en dan, daar. Ik had ze niet eens een televisie willen doen, maar er is voor de rest is geen amusement in huis. Niemand kan muziek dingen spelen, of zal het uit zijn eigen gewoon doen. En dus ik denk, nou, dan mag het tv'tje niet pleuren. En dan hebben ze in ieder geval wat te doen. Ligt alweer te slapen? Wat is er met het huis aan de hand, zeg? Is daar een slaapvirus? Of heb ik te veel met vampieren gespeeld? Want die slapen nooit. Ik zou met de vampier moeten gaan spelen. En die de controle doet. En dan ga ik met die gemene spelen. Dan kan ik eens even wat herrie in het huis schoppen. Want er gebeurt totaal geen ene fuck. Dat ben jij. Jij bent geen vampier. Oh, dan ben jij ook niet die gemeen is. Oh, jawel. Dan speel ik met jou. Zo. Waar is Marie?
Wat leuk dat ze naast je komt zitten. Oh nee, jap. Kan je wel vechten? Hey, kom op nou. Je gaat geen tv kijken, je bent met haar bezig, kom op. Zo, dat brengt een beetje leven in de brouwerij. Zelfs doet ze het niet, dus ik moet het wel doen. Kunnen wij wel vechten? Ja! Kom op! Dat wordt echt, die krijgen nu echt een hekel aan elkaar. Het is nu hier al en zometeen is hij helemaal vol. Kijk, pops! Kom op, bemoei je ermee.
nog even eentje erbij. Nooit te zeggen wie de wint. Nu heeft zij gewonnen, ze kan nog een keer winnen en ze kan verliezen. Maar het effect blijft hetzelfde. Ze krijgen een hekel aan elkaar. Nou, dat zeg ik je. Nou, heeft zij gewonnen. Het is altijd, het is maar net hoe het is. Vampieren vechten ook. Het is altijd maar, al win je 20 keer van ze, dan kan een keer gebeuren dat je van ze verliest. Wat praat je nog tegen me? Heeft ze gat geslapen? Ja, zeer zeker. Als je eenmaal aan de gang bent geweest, dan hoef je geen zorgen te maken, dan melden ze zich vanzelf wel. En Lindy in de buurt. Wil maar even overwegen, let. Ik probeer haar juist boos te maken, in de hoop dat ze me gaat bijten. Als revanche. Ik lig zelf ook weer te slapen. Oh, het is 3:30. Ja. Waarom gaan jullie niet naar boven? Het is maar één verdomde trap op. Daar ligt al iemand. Nou, deze is vrij. Ga slapen. Ze weigeren. Wat is er met die kamer aan de hand? Zit die deur misschien op slot? Kan me niet voorstellen, maar goed. Je weet maar nooit. Oh, hij zat op slot. Nou, ga slapen. Maar het blijft ook bij haar, want ik wilde de hele tijd met haar spelen. Zo, want... Ze doet me niet gemeen. Ik had verwacht dat ze gemeen zou doen naar het eigen, maar dat doet ze maar heel zelden. Nu is er een goed vuurtje opgestookt, dus... heb je er weer? Ja, je bent nou te laat. Ja, te laat! Ik had die twee weggestuurd, gezegd van jullie zitten hier, jullie hebben geen slaap, ik ga hier slapen. Maar ja, dat ben ik. De stem schema gesloten, ja, maar dat geldt niet voor deze. Wij hebben geen boord. Wij kunnen niet stemmen. We hebben geen boord. Er zijn twee landen die dat niet te doen. Dat is deze en Sulani, geloof ik. Dat zou wel, ja, dat kan niet. Want je moet ook met dat bord communiceren. Want dan zou je nooit zoveel plannen kunnen worden. En een keer thuis liggen. Ik dacht dat ik het uitgezet had.
Nu dan. Hop. Hop. Nee. Die. Oh god, zijn we alweer een uurtje, een videootje van een uur aan het schieten? Ik vergeet ook steeds mijn wekker te zetten, maar de vorige aflevering ook. Dacht ik dat ik op de 30 minuten zat. Ik maakte nog een geintje van dat ze al 40 minuten zijn. Toen bleek het ook al 52 minuten te zijn. Diablo in Happy 28. The man, the myth, the speedrunning, the monitor. Ja. Nee. Waar is mijn wekker? Mijn timer. Wat zal ik doen? Zal ik daar stoppen of zal ik zeggen tot kwart over? Nou, ik doe deze dan tot kwart over. Ben jij al klaar om... Nee, nog steeds niet. In mijn normale spel denk ik van, weet je wat, klik hier al, dan is hij weer vol. Ik doe nooit aan feestdagen. Nou, ik laat haar gewoon slapen, want als het hier te weinig tegen wordt, dan gaat ze vanzelf een lijnskast. Maar ik heb liever dat ze even doorslaapt. Oh, het zijn campingbedjes. Krijg nou wat. Ja, je doet me denken dat ik zelf nog als kind op de camping was. Die wou ik op die stressjes. Man. Dat brengt herinneringen terug. Wauw. Vergeet het nooit meer, man. De Franse kamp in Hilversum. 10 jaar later heb ik er zelf nog 10 jaar gestaan met mij gekregen. Maar dat was een andere tijd. Avondjes stappen. Maar de stad daar dat ze het verschrikkelijk vinden, maar hun vinden het niet verschrikkelijk. Want ik heb namelijk een add-on gedownload dat ze het niet meer verschrikkelijk vinden. Dan heb ik dat blauwe dingetje met de afschuwelijke bla bla bla, ja. Het is goed met je. Jappetapetata. Nou, het zijn goedkope bedjes, dus dit is maar rust 4, dus het duurt heel lang voordat ze uitgerust zijn. Oké, ga maar eten. Wat? Wat? No. Dat gaat niet gebeuren. Afsluiten. Nee. Dat gaat niet gebeuren. Maar was ook in een hele leeg. Ik klik op dat ze moet eten. Ze staat op en leeg. Wat? Spel laden. Oh, heb ik per ongeluk waarschijnlijk op dat eten gedrukt. Dat met dat in de min ging. Nee, dat kan niet. Ah, nee, dat meen je niet.
Oh nee, niet. Nee. Ik dacht even dat het spel helemaal opnieuw begonnen was. Nee, want ik lig nog steeds te slapen. Ik ben niet wakker. Oh, die andere staan natuurlijk buiten omdat de Grim Reaper of de Margarijn langs is geweest. Ik weet het al. Oh, dat was ik. Ja, dat was ik. Maar dat heb jij ook. Ja, dat was ik, dat was ik, dat was ik, hè. En die hebben dit niet. Ja, ze hebben nog eeuwige honger, maar ja. Jammert, jammert. Even enter. Waar bent jij? Daar. We gaan het nogmaals proberen. Nou, je bent wakker, dus je hoeft niet meer te slapen. Als nu. Wc zou wel makkelijk wezen. En ik wacht even met zeggen eten, want anders ga je weer eerst eten. Dan doe je het andersom, zeg je, ga eerst naar de wc en klik je dan op eten. En dan gaan we vergeten ze naar de wc te gaan en, hè? Ja, we weten het. Ik maak me ook geen zorgen, want zij, maar ja, ze hoeft nog niet te werken, pas over 2 dagen. Als ze op hun werk zijn, eten ze namelijk. En kunnen ze naar de wc. Dus dat maakt me niet uit. Dat is de reden waarvoor ik die vampieren niet stuur. Want die vampieren kunnen eten, maar het voedt zich niet. En ik weet, als je engineering doet, dan kan je mee met ze naar het werk. En dat wil ik dan weer niet, want dan, dan vallen ze, die collega's die daar zijn, die vallen ze dan aan. Maar de bedoeling is dat ze hun aanvallen. Want ik kan ook de telefoon pakken, een paar vrienden uitnodigen en zo. Daar gaat het om. Ze moeten juist deze aanvallen. In plaats van je krachten te showen die steeds mislukken. Dat is hetzelfde als. Maakt niet uit hoe hoog je geskild bent met de vampier. Als je buiten in de zon staat, kan je het vergeten om iemand te bijten in zijn nek. Want dat mislukt. Want je staat in de zon en dat is je ergste vijand. Je kan je skills op 3 hebben staan dat je er bestand tegen bent. Alsnog gaat het mis. Je moet ze je huis inlokken. Dan kan je ze bijten, want daar komt de zon niet. Maar in de zon lukt je absoluut niet. Ik kan het je niet laten zien nu, omdat ik ze niet mag spelen. Hey, ik word weer aangevallen. En weer door dezelfde. Heb jij een voorkeur voor mijn bloed? Jij bent de enige die bijt. Of ik ga 3 van deze vampiers neerzetten, of ik ga 4 vampiers van deze neerzetten en 3 vampieren en 3 mensen van deze. Want die anderen die doen niks. Jij brengt tenminste nog een beetje humor in de zaak, spanning. Ben je nog steeds boos? Nee. Hey. Jij? Oh, is heel erg boos. Hij registreert het niet eens. Oh, wacht, heb ik staan verkeerd. Ho nou. Nee, ook niet meer. What the fuck? Dat is niet leuk. Ik dacht dat het eeuwig was als jij maar de ruzie had gemaakt. Die zijn nou ook bezig. Zou je het misschien kunnen afwassen? Dwaal. Bijter. Ik lig nog steeds in de parkeerroute, ja. Nou ja, in ieder geval een warme achterkant. Hé, hey, daar zijn we weer. We zijn weer terug. Ja. Afschuwelijk. Dan hebben ze geen last van het cycle, want ik heb die add-on gedownload.
No more sad story met wanneer een feest. Ik weet niet meer hoe die zei, hoe die Edward heet. Maar ik zag hem toevallig op de pagina van de Sims add-on. Zag ik hem voorbij komen. Ik denk, oh, die moet ik even downloaden. Wat? Wat ik wel altijd, waar ik ze wel altijd aan mee laat doen, dat is bijvoorbeeld. Maar nee, je moet op je sim klikken om een goede zaak te kiezen voor een goede. Oh, werkt dat zo? Ah, ik heb toch op de geklikt. En nou is het weg. Ja, het zal wel. Klik op een sim. Op je sim. Klik op je sim. Zeg Adao. Politieke carrière. Goede zaakjes. Ah. Ja, we zijn natuurlijk wel goed, maar niet gek, hè? Sim dollars. Cash. Pronto, pronto. Esme heeft een goede zaak gevonden om te steunen. Nou, hartstikke idee. Alsjeblieft. Nog 2 dagen. Je bent pas gebeten, dus... of is dat, was dat voor de safe? Nee, je bent pas gebeten, dus dat is goed. 22 uur. Je moet, ja, je moet over 2 dagen werken, dus dat is 24 uur. Oftewel, woensdag, vrijdag, zondag, maandag, dinsdag. Dus je moet zaterdag weer werken. Vrijdag is één dag. En die 2 dagen is één dag. Want let maar op, als deze dag hier is, dan staat het nog zoveel uren pas van één dag. Ik vind het zo gaaf hoe zij eruit ziet. I see. Gele ogen gegeven. Want als ze niet vampier is, heb ze witte ogen, hele witte ogen. En ik dacht zoiets van, nou, als ze, want ik vind altijd wel altijd dat wel eens met vampieren veranderen, dat hun gezicht verandert. En dan kleur ogen. Ik had er ogen groter moeten maken. Dat is van die hele grote ogen gegeven. Dat kunnen die vampieren niet zeggen. Nou ja, lady wel. Ja, ik wist totaal geen naam meer te bedenken voor de lady. Jawel. Ja, bij haar kwam ik op Icy, want Icy is origineel een vrouwelijke vampierennaam. En ze is zelf helemaal wit. Bijna. Want helaas kan de Sims witte haren niet. Om maar te zwijgen over een witte huid. Het dichtst waar je op de aankomt is dit huid. Van haren, heel licht blond. Want ik heb het eigenlijk helemaal wit willen maken. Helemaal. Maar dit is, dit is ook nog te donker. Want dan heb ik er heel licht blauwe kleding aan gegeven. Alsof het ijsblauwe kleding. Dat had leuk geweest. Omdat ze toch ook icy heet. Een ijsje is, dat ik zeg, is een geëchte vampierennaam voor een vrouw. Ja, ik hou van horror, ik ken mijn klassiekers, ik ken alles. Hedendaagse horror, moet ik zeggen, die valt zwaar tegen. Ondanks dat die drempel van wat mag en niet mag, verlaagd is.
De enige jokker die er nog was, was met hoe heet die? I wanna play a game. Ik wil zeggen Jigsaw, maar dat is ja het James Bond. Al die delen heb ik gelegd op DVD nog. Ze zijn een ketting gevangen, ze moeten hun pols doorzagen om los te komen, dat soort dingen. Dat was nog een shocker, die was niet één, maar dat was een shocker. Oh, daar heb ik zo heerlijk van genoten. De laatste goede horror die ik gezien heb, dat gaat dan Hellraiser. Jaren 90. En dan vind ik Hellraiser 3 vind ik het beste. En dat was ook puur sadisme in luguber. Die J.P. Monroe, die heeft zo'n dynasty en dan zit hij in zijn huis, in zijn kast van een huis. En dan heb je een wijfje uitgenodigd. Leggen ze te krikken en dan zegt hij nee, dat ze kan gaan, want hij heeft geen interesse worden, wordt ze zo kwaad. Maar hij had het beeld van Pinhead gekocht en die had hij in zijn slaapkamer staan. En ze wordt echt... En hij zegt iets tegen haar en ze wordt alleen maar neidiger. En op dat moment zie je een ketting uit het beeld komen. Die trekt zo naar de toe. Die trekt zo de huid van de kop af. En verorbert daarna het lichaam. Klasse stukje. Die J.B. Monroe was meteen zo scheiterig als de pest. En toen moest hij mensen naar boven lokken voor Pinhead. En toen kwam Pinhead weer tot leven. En toen begon Hell on Earth heet het. De vampjes hebben nog steeds honger. Jij hebt nog steeds auw. Oh, je bent er alweer bijna vanaf. Nou ja, bijna 18 uur. En je moet over 21 uur. Oh, je moet 3 uur zien te overleven. Bij die rode brood harig uit de buurt blijven. Want die heb het op jou gemunt hoor. Zij is de enige die ja valt. En maar die valt alleen jou aan. Die andere laat ze gaan. Dat is ze bang voor dat ze zijn. Of je hebt gewoon lekker bloed. Dat kan ook. Waarom is het scherm kan dicht? Ja, hè? Ah, hij speelt met de verkeerde. Heb jij ook gemeende? Ik weet nou niet meer wat ik gemeende heb gedaan. Ik wil juist met die gemeende spelen of zo. Ja. Kom op. Nee, jij bent goed. Ik speel met de verkeerde. Dat dacht ik al. Ik denk, hè? Ik speel met jou. Oh, dan had jij eigenlijk moeten gewoon...
Nou ja, laat nou maar zitten. Nou werkt zo goed door. En ik wil eigenlijk even weten of ze ook al zijn autonoom is of ze naar het werk gaat. Deze net ook niet. En waar houd ik me op? Oh, daar. Oeh, je wordt aangevallen. Boe. Zo slapen ze niet meer, dus zo doen ze alleen een snurkie. En we moeten rond, het was 10:50 middags, dus ja, een beetje. Hé, hey, Vatoren, kom je niet meer langs? En jullie zijn ook echt dom, hè, die vampieren. Want als ze nou hier naartoe gaan, kunnen ze plukken, hebben ze pas maar fruit. Hebben ze een beetje, niet veel, maar toch wat. Dat kun je wel even gaan plukken, want dan kunnen we dat planten, dan kunnen we dat hier neerplanten. In plaats van dat we het achter het hek moeten verdoen halen. Ik maak je even wakker tot mijn spijt. Ja, ik weet het, meid. Sorry. Dat is het enige wat je moet doen. En planten. Ik weet dat je je ongemakkelijk voelt. Jij nog 14 uur. Hey, er zijn twee verschillende gebeten dus. Ja, bedankt gebeten. 15 uur. En nog zijn ze niet verzadigd. Want als zij één keer gedronken hebt, dan valt ze niet iemand voor de tweede keer. En dat doen ze niet, dat weet ik zeker. Maar wie heb je dan gedronken? Nee, jij niet. Jij? Nee. Jij? Nou, dan gaat er net eentje weg, dat is jammer. Ja, dat kan je nou niet meer zeggen. Dang. Goed zo, maat. Kom op, we gaan even plan. Oh, kijk eens even. Ze hebben de bakjes al neergezet. Oh. Wat? Ach, nee, jou i. Oh, het zijn er maar drie helaas. Nou ja. Oh, het zijn bomen. Wacht even. Nee, het zijn bomen. Dan planten we twee bomen hierin. Dan hou je er één in je tas. Dan mogen die vampieren niet hebben nog. Nou, vergauw hierheen. Dan kan je ze even planten. Je doet één keer planten en dan weten ze, de planten is alles wat er staat. Ik dacht eerst alles aanklikken. En dan heb je het gedaan. En toen stond er een hele ruimte in de staat. Je moet ze wel even dat ze water moeten geven, dat weet je wel. Even wachten tot ze begonnen is. Zo. En water geven. Meer vraag ik niet aan je. Je mag gaan doen wat je wil doen. Nou, ik heb er geloof ik niemand plantkunde gegeven. Dat vingertje hoor, ik vind het zo geweldig. Het is een heel simpel iets, maar ik voel er altijd om lachen. Hebben ze een of ander idee? Kom eens hier en wat was ik ook alweer van plan? Je begint echt helemaal. Ja. Ja, ja, oeh, zijn er daar twee ruzie aan het maken. Icy. Oh nee, niet. Het lijkt even dat jullie ruzie hadden hoor, sorry. Ik wil toch even iets van mijn vampieren checken. Want anders gaan ze namelijk wel dood.
Als deze balk helemaal leeg is, dan sterven de vampieren namelijk. Dus het mag absoluut niet gebeuren. En ze zijn nog allemaal vol, bijna vol, dus dat valt nog mee gelukkig. Oh, die van jou ook? Ja. Als je vampier speelt, moet je daar echt rekening mee houden. Als ze in de zon staan ook, en ze kunnen er niet tegen. Jij denkt, oh, het brandt alleen een beetje, maar dat branden zorgt dat die paarse lijn steeds minder wordt. En als die helemaal leeg is, dan verbrandt ze. Hé, hey, waar is die jurk van? Welke add-on pack is dat? Get famous? Wordt beroemd. Of van... de tover add-on. De magische kloppen. Of is dit custom content? Dat kan ook nog. Oh, shoot. Oh, weer zo'n lange film. Mensen, ik stop het filmen. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende aflevering. Doei, doei.